Dat mensen zich betrokken voelen bij hun omgeving is van alle tijden en plekken. Ze genieten van de buitenlucht, ze laten de hond uit en maken een praatje. Gemeenten hebben de openbare ruimte jarenlang intensief onderhouden. De verhouding tussen burgers en overheid verandert de laatste jaren echter sterk. De overheid heeft minder te besteden en burgers nemen steeds meer het heft in eigen handen. Samenwerken aan de openbare ruimte is dé manier om deze nieuwe verhoudingen vorm te geven. Opgeruimd Breda is een vooruitstrevende aanpak waarbij de oude taakverdeling tussen overheid en burgers flink onder handen wordt genomen. Ook Breda heeft te maken met die veranderende verhoudingen. Aan de ene kant de noodzaak om minder geld uit te geven. Aan de andere kant de wens dat de burgers meer de handen uit de mouwen steken. De gemeente gaat uit van 4 principes. Uitgaan van de kracht van burgers. Handelen vanuit mogelijkheden in plaats van regels. Samenwerken op basis van gelijkwaardigheid en benutten van elkaars deskundigheden en vaardigheden. En voor wat hoort wat. Bewoners in Breda zijn verrast door het bericht dat de openbare ruimte in hun buurt wordt versoberd. Struiken en planten verdwijnen voor gras en de gemeente vraagt de bewoners zelf te zorgen voor een hogere kwaliteit van de openbare ruimte. 7 op de 10 Bredanaars wil zelf aan de slag in zijn of haar buurt. Ze zitten echter nog met veel vragen over hoe ze het moeten doen. In Breda bespreken bewoners en gemeenten samen het onderhoud van het groen en het schoonhouden van de buurt. Wat is mogelijk? Wat kost het? En wat vinden de buren ervan? In een wijkdeal leggen de burgers en de gemeente de afspraken vast en wordt de tegenprestatie bepaald. Na het ondertekenen van de wijkdeal wordt de vergoeding meteen overgemaakt. Iedereen bepaalt zelf wat ze met het geld doen. Samen werken ze aan een schonere straat, ecologische tuin of flirt de buurt op met zijn of haar lievelingsbloemen. Zo krijgen we betrokken bewoners die zelf invulling geven aan hun buurt en een gemeente die geld kan besparen. En het werkt nog aanstekelijk ook. Ik zie mijn buren de heg snoeien. Ik wil de speeltuin bij ons in de straat graag schoonmaken. Kunt u mij daarbij helpen? De aanpak om burgers te betrekken bij hun omgeving werkt. Wat begon uit onvrede over de bezuiniging, loopt nu over in ideeën voor een betere buurt. Van parkdeals tot zoutdeals, van heemtuintjes tot opruimacties en van een bruggetje verven tot aanleggen van blokhagen. Wilt u zien hoe de aanpak van Opgeruimd Breda in de praktijk werkt? Bekijk dan de 4 portretten over de verschillende deelnemende bewoners.